Wat denk je? Wat voorspelling, mannen, voorspelling. Ik zeg 3-1 Ajax. Ik zit te editen en ik hoor toch alleen maar knallen. Wat is dit? Zo, je voelt het helemaal binnen. De mannen vermaken zich wel hoor in de tuin met een bowlingbal en een trap. Hassan, als jij er naar onder gaat liggen. Ja, goed. En dan gaat Brian gooit hem vol in je leuter. Kijken welke ballen sterk zijn. Bowlingbal versus Hassanballen. Ja, sowieso, die van mij natuurlijk. Ja, ballen van staal, bro. Oh, die kist eronder. Bowlingbal. Hij zit er gewoon in. Hassan stond er precies voor. Nog een keer. Nou, die platte... Ja, dat wou ik net zeggen, anders dan is het niet op film meer. Oké. Hou maar een paar seconden blijven staan. Impact is heel snel. Oké, okay, ja, go. Deze is mooi. Ja, die is mooi, hè? Ja, maar het kan niet breken, omdat die druk kan niet weg. Maar als je daar op de rand doet, zie je, dan gaat hij gelijk kapot. Ik ga hem op de rand gooien. Oh, ja. Ja, doe. Kiki, 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 dora. Dora, 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 kiki, dora. Wow. Zo. En we hebben een gast, hè. De mooiste hond van Nederland. Milo. Milo. Ga zitten. Milo. Milo, kom eens hier. Milo. 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 Zitten. Kijk, die ogen. Gepoot. Wauw. Gepoot. Nee? Ja, maar ik kan wel op commando niezen. Pot. Kapot. Ja, wat moet je, wat een prachtbeest. Hey Jeff. Ja. Ajax Amsterdam. We gaan naar Ajax PSV. Om in de stemming te komen. Ja, lekker hè. Gewoon Heineken in Hertogglas. Helemaal goud hè. Lekker. Even atje leggen. In de stemming te komen. Bob stond ons zo op. Dan gaan we met de hele gang gaan we gewoon even Ajax PSV kijken. Johan Cruijff schaal, ja. Finale. Ja. Oh, zin in. Gaan ze winnen? Nou, vorige keer dat ik bij Ajax PSV was. Een paar maanden geleden was 5-0 voor Ajax. Dus ik hoop dat ze gaan winnen, ja. Daar gaan we wel voor. Dan is feest in de stad vanavond, gaan we helemaal gek. Jongens zijn er al. Ja, een paar gingen er later. Nou, dat zijn wij en Bob. Dat is voor jou. Dankjewel. Nou. Je heeft die altijd nog gelijk. Dus spa fucking goud. Wil je doorpakken, jongens? Mm. Koud? Wow, heel koud. Maar zo meteen gaan we verder voor goud. Bobby! Yo bro! Yo! What's up bro? Yo bro! What's up bro? Ubertje naar Dammy. Zoveel zin in. Hè? Ubertje naar Dammy. Naar Dammertje, hè? Ubertje naar Dammy, man. Oh, Ubertje naar Dammy. Ey, veel te wit voor allemaal afkortingen, joh. Bob is de Bob. Wij zitten al gebakken hoor. Hey. We gaan even een bakwark naar binnen werken. Met weinig eten. Dan gaan we helemaal. Wat denk je? Wat voorspelling, mannen, voorspelling. Ik zeg 3-1 Ajax. 4-1. 5-1. I wish I would. Degene die het meest in de buurt zat, die krijgt de tractatie van de groep. Degene die het meest fout zat, moet een rondje doen als we uitgaan vanavond. Met ons? Ik ga mee uit. Wil niet. Ik ga mee uit, maar ik ga alleen in een huis. Er zijn twee verschillende dingen, toch? Oké, goed voor elkaar. Ik en jongen zoeken en zoeken en zoeken naar mijn Ajax shirtje. Ik had er twee, zelfs nog één van dit seizoen en ik kan het gewoon niet vinden. Maar gelukkig wonen vrienden van mijn ouders letterlijk hier achter in de wijk bij mij. Dus George, maat, dankjewel. Ik mag zijn Ajax shirtje lenen, want ik wil gewoon een Ajax shirtje aan. Vind ik leuk, supporten. Dus die gaan we even ophalen. Ik weet het. Jij ken. Yo maat, ja, dankjewel. Hey, groetjes. Hey. Lijkt wel een beetje op een AliExpress. Ja, oh, hij zit buiten. Hier, kijk. Hij heeft hem nog nooit gedragen, zei hij. Hij is gloednieuw. Top. Welcome to London, young man. Amsterdam! We gaan even de boys op bezoeken! Zeg tegen die mannen, stuur eens live. Zeggen ze, we zitten al. God, het is druk hè. Nou, en we hebben een mooie profielfoto. Sexy boys. Blijf wat hebben door die tunnels lopen hier zo. De arena. Hebben we er zin in? Hebben we er zin in? Ja, zin in. Wat een drukte hé. Wij stonden net daar in die rij. Oh. Je hebt plekken die warm zijn en je hebt plekken die echt benauwd zijn. Dit is echt benauwd. Wat volk hé. Finale. Johan Cruijffschaal. Ajax. PSV. Goede plek, hé! Top zit hier!
Heeft er weer zin in. PSV'ers ook. Zo, ze hebben er zin in hoor. Hey. Top sfeertje. Wij kwamen nu gewoon tegen de trein. Hè? Deze gasten. Ze hebben er wel zin in hoor. Hey. Het is 2-1 op PSV. Maar we hebben gelukkig hier. Oh, de kering. Zijn ook wel.
dan voor de gezelligheid. En nee, ja, maar wil... hey, godver, ik moet gewoon winnen, kom. Ja, ik dacht 2-1, maar gaat niet meer winnen. Nee, ja, voor PSV. Ja, nee, dat willen we helemaal niet. Hey, Slavo, hoe is het? 5-2. 5-2? 5-2. Hoeveel? 5-2. 4-2. Eigenlijk 3-2. 3-2, ik zeg nog steeds gewoon 4-1. Ik ruik een baap. Gewoon 4-1. Jij zegt 4-1, dat kan helemaal niet. Ja, maar. Dat kan helemaal niet. Nee. Ja, oh, alsof het je vriendin is. Hij schrijft. Waarom vlot iedereen om onze haarlijnen? Nee, nee. Ja, gaan we nog naar Gania, want dan gaan we eerst verboeld. Ik was helemaal klaar hoor. Rondi, ik neem het voor je op. Als wij later kaal zijn, gaan we naar Turkije. Rippy? Ja, ik ga mee, ja. Maat, ik ga mee. Ik ga mee. Jeff wordt sowieso kaal. Helemaal niet. En je broer is ook kaal. Ik niet. Ik heet Jack Jochem, hoeveel? Oké, tweede helft gaat beginnen. Gaan. 3-5 verloren. Klein foutje. Klein foutje. Hij begon ongeluk te juichen voor PSV, terwijl hij dacht dat Ajax scoorde. Zo fucked up zijn we. Dus toen kreeg ze ruzie. Dat was niet fijn. Ja, dat zijn goed maar verloren, man. Is er sorry aangeboden. Het ging toch weer fout. Dus gaan we weggaan. Nee, we hebben gewonnen van hun. We hebben gewoon gewonnen van hun. Teringlijst. Laat ze komen.
sommige dingen. Jij weet het toch niet eens meer. Ja, ik weet wel. Het is dan ook weer maar. Maar die gasten die zagen van Koen, hoor. Die gasten die wisten niet eens wat ze. Ik was gewoon bang van mijn leven. We werden gewoon bijna vermoord, Ajax. We waren wel met een grotere groep. Maar wij probeerden vrede te maken, maar zij waren boos, bro. In het midden, ze kwamen van links op een rechts. Ja, alle kanten. En toen kwam Bobby en toen gingen ze aan de kant. Dat was echt zo. Verschil moeten zijn. Ja, Bobby is masterkast. Ook weer echt boos. We werden gewoon bijna vermoord door onze eigen soort. Helemaal fout, omdat zout veel gedronken aan wij. Maar het is goed. Het is goed. We zijn weggelopen. We wilden niet vechten. Daar zijn we niet van. Hey, ik kan jou wel filmen, vriend. Mensen moeten niet zomaar komen fokken. Maar dat hebben ze ook niet gedaan. Bob, toen jij erbij kwam, ging ze gelijk aan de kant. God, voor 2x2 komt er even aan, hoor. Ze slaat iedereen dood. Nee, we wilden niet vechten, man. We wilden niet vechten. Dus we hebben het punt achter elkaar, nu! Maar we hebben wel gelachen. Dat wel. En nu gaan we gewoon keihard zuipen alsof we gewonnen hebben. Dat is het. Je bent Bob. Bob Panshi. Dat noem je Bob Panshi. Bob Panshi. Het was me weer een genoegen met de mannen. Blij dat we niet gevochten hebben en dat we besloten hebben om weg te lopen. Het was gewoon een heel simpel misverstandje. Koen juichte gewoon voor PSV, terwijl hij is echt een diehard Ajax ziet. Maar ja, dat heb je, hè? Alcohol. Je weet het. Het was een fantastische dag en avond met de mannen. We hebben onze hele avond ons kop eraf gezopen en heerlijk lopen dansen de hele avond in de klap in de feestkroeg was het meer, denk ik. Morgen ga ik op pad met een kunstenaar. Ga ik langs. En dat is echt serieus knijtersdik. Dus wees er morgen om 5 uur bij. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. Dat is tot de volgende video. Later, toppers.